Groeien in alle veiligheid met de klikfondsen van de Vaderlandse. Goedenavond. Zien, oordelen, handelen. Alle KJ'ers kennen nog het motto van hun leider Jozef Kardijn. Die had zijn christenen arbeidersjeugd in 1925 opgericht. Hij wou de arbeiders meer aansluiting bij de kerk doen vinden en hun levensomstandigheden verbeteren, als een moderne Daans. Zijn boodschap was: neem je lot in eigen handen. En hij verkondigde die het liefst in lange toespraken, luidroepend voor veel volk. Het is moeilijk om daar nu de kracht van in te zien, maar zijn gezwollen retoriek sprak toen aan. En zo is het even moeilijk om nu nog in te schatten hoe belangrijk de KJ is geweest. De tegenstellingen tussen de klassen zijn vaag geworden en daarmee ook het profiel van de klassenorganisaties. Maar Kardijn kreeg tienduizenden KJ'ers achter zich, wereldwijd. En op zijn 83ste volgde de beloning voor het werk. Hij werd 2 jaar voor zijn dood tot kardinaal gewijd. En zo past hij perfect in onze reeks 3 kerkvorsten, geen vorstin. Dit is de historie van Jozef Kardijn. Het Brabantse Halle viert stadsgenoot Jozef Kardijn, want hij werd in Rome tot kardinaal gewijd. Als eenvoudig priester stichtte Kardijn 40 jaar eerder de KAJ, de katholieke arbeidersjeugd. Jij krijgt de eer. Ik krijg de decoraties. Maar gij bouwt de beweging op. En gij alleen kunt de beweging opbouwen. Er is een massa volk op de Heizel in Brussel. Allemaal kajotters en kajotsters. Met 100.000 zijn ze. Ze vieren de 25ste verjaardag van de KAJ, de katholieke arbeidersjeugd. Met een massavoorstelling evoceren 3.000 deelnemers het leven van de jonge arbeiders en arbeidsters. Het thema van de manifestatie is produceren, altijd meer produceren. Tot slot van de manifestatie spreekt de leider van de KAJ, algemeen proost Jozef Kardijn. Kajotters en kajotsters, mogen we op u rekenen? Rekenen voor de strijd, rekenen tot een dood, als het nodig is. En daarom, God zegene u, we gaan vooruit. Immer vooruit ter verovering voor Christus. Die man sprak niet alleen zijn taal, maar het was heel dat lichaam dat bewoog. Heel dat lichaam sprak. Armen en benen en alles sprak. Geen woorden, maar daden. Dat was overweldigend door zijn enthousiasme, door de manier waarop hij onmiddellijk ons kon grijpen. Voor de ideeën waarvoor dat hij dus toen de baan optrok. Wij staan in voor de toekomst van de arbeidende jeugd. Kardijn, dat was de stichter, dat was de bezieler, dat was de animator. Hij heeft inderdaad de KJ gemaakt, maar de KJ heeft ook Kardijn gemaakt. Lot van de fabrieksarbeiders. Aan dat thema wijdt paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum. Een hele generatie priesters wordt erdoor beïnvloed.
Jozef Kardijn is een van hen. Hij heeft oog en oor voor armoe en miserie. Ik was 9 jaar als Rerum Novarum verscheen. Het was een taart van de lange werkuren, de lage lonen. Jongens en meisjes die van 11, 12 jaar naar de fabriek gingen. En iedere dag zag ik ze voor ons huis voorbij gaan in klompen. Groepen van 50, 100 mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Elegans onttaard door het arbeidsmidden. Vuil arbeidsmidden. Een menselijk arbeidsmidden. Aan het Institut Notre-Dame in Halle, de gemeente waar Jozef Kardijn zijn jeugd doorbrengt, groeit bij de scholier stilaan het idee dat hij priester wil worden. Maar de beelden van de armoede in Halle laten hem niet los. Het grootste ogenblik van mijn leven, dat beslist heeft over mijn toekomst, was... Ik mocht naar het seminar gaan. De jongens van mijn klas moesten naar de fabriek gaan. Die scheiding. En dan dat verwijt van die jongens. Ga je de vriend worden van de patroons, van de kapitalisten. Ga zijn een verrader. Van de arbeidersjeugd en van de arbeidersstand. En ik nog die grote metings, die priesterdans kwam houden, te alle. En waar we jonge studenten naartoe gingen, nee, want hij sprak naar ons aard. Na zijn studietijd aan het seminarie in Mechelen trekt Kardijn naar de universiteit in Leuven. In een brief schetst kardinaal Mercier een beeld van zijn discipel. Mercier steunt zich dan op een rapport dat hij krijgt van de president van het seminarie. En dat rapport is niet zeer vleiend. De president van het seminarie vindt dat Kardijn een beetje pretentieus is. Dat het iemand is die zich gemakkelijk door ijdelheid laat meeslepen. Maar in tegenstelling tot wat de meeste van zijn collega's, gewijde priesters of seminaristen, volgden, namelijk een opleiding die zou leiden tot leraar, krijgt Kardijn de kans om inderdaad theoretische en praktische achtergrond op te doen over het sociale leven, het sociale probleem. Kardijn maakt ook studiereizen naar Engeland en Frankrijk. Overal houdt hij zijn ogen en oren wijd open. Het is vandaar dat zijn methode is ontstaan. Zien, oordelen, handelen. In het Frans, voir, juger, agir. Zien wat er gebeurt rondom u. Zien of je daarmee akkoord bent, oordelen. En waarom je niet akkoord bent. En als je daar niet meer wilt aan onderworpen zijn, aan sommige van deze toestanden, oordeel, handelen. Na een jaar moet Kardijn Leuven verlaten. Hij wordt leraar Latijn in Neerwaver, als straf. Want de eigenzinnige Kardijn negeert het verbod van kardinaal Mercier om te corresponderen met Émile Posseau, een vriend uit Halle. Die vriendschap met Émile Posseau wordt op een gegeven ogenblik uitgebreid tot een driemanschap, als ik dat mag zeggen, tot drie personen, namelijk de jongere zus, de 19-jarige Marie, komt er ook bij te pas. En die geraakt zo in bewondering voor Kardijn dat zij in brieven die zij zowel tegelijkertijd in eenzelfde brief aan haar broer en aan Kardijn schrijft, dat zij daar allerlei lof heeft voor Jeff enzovoort. Maar vader Posseau vindt dat toch niet zo interessant. Die is daar wat verontrust over. Hij wint inlichtingen in bij een deken en bij een bevriend priester en denkt ik ga kardinaal Mercier daarover spreken, die moet ingrijpen. En Mercier doet dat inderdaad. Pas in 1912 krijgt Jozef Kardijn zijn zin. 30 jaar is hij nu en eindelijk kan hij beginnen aan zijn levenswerk. Jonge arbeiders en arbeidsters bewust maken. Als onderpastoor in Laken aan de rand van Brussel trekt hij naar de arbeidersbuurten en loopt rond in de wijken waar normaal gezien geen priesters komen. De ganse dag wanneer dat ik vrij was, ik liep op al de verdiepen in de achterazen. Ik klopte aan de deur, ik deed de deur open. Woont Pieters hier niet? Oh nee, meneer, de onderpastoor. Maar ik was binnen en ik kon spreken met de mensen. En ik vroeg hem, en uw man, waar werkt hem? En is hem content? En wint hij goed zijn brood? En uw kinderen, zijn die gezond? En die mensen waren verwonderd. Die spreekt ons nooit niet. Kom, we gaan naar de mis, nee. Kom, we gaan niet naar de kerk. Nu waren we wel in tegendeel. Ik sprak van hetgeen dat ze nodig hadden. En ik zeg, doe u altijd, en als je iets nodig hebt, kom bij mij.
Het was in 1912. Ik werd toen te Schaarbeek op een grote firma van kant- en borduurwerk. Een parochie van Laken was een nieuwe hondenpastoor aangekomen en het was een heel speciale. En veel van de Lakenaars vonden hem wel een beetje revolutionair. In Laken begint Kardijn met een studiekring voor meisjes. Die groeit enkele jaren later uit tot een echte vakbond. Op die eerste vergadering onderzochten we met meneer Kardijn de verschillende aspecten van ons arbeidsleven. Wij legden de nadruk op de verschillende schrijnende wantoestanden waarin wij als jonge leermeisjes verplicht waren te werken. En meneer Kardijn kwam tot het besluit dat zolang wij alleen zouden staan, ja, dat er niet zo kunnen aan veranderd worden, dat we ons moesten groeperen. En zo ineens zegt hij dan, maar voelde jij dan niet dat je daar zelf iets voor doet? Tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgt Kardijn een nieuwe opdracht. Hij wordt directeur van sociale werken in Brussel. Kardijn stelt er orde op zaken en raakt zo in conflict met een paar van zijn medewerkers. Tijdens een van zijn preken protesteert de koppige Kardijn tegen de wegvoering van arbeiders naar Duitsland. Dat kost hem 9 maanden gevangenis. Vele mensen zijn daar zot geworden. Alleen zijn is een echte beproeving. Maanden en maanden, dagen en dagen, alleen in een kleine cel met een kleine opening boven voor het licht. Maar daar heb ik kunnen het handboek schrijven van de KJ. Omdat ik voorzag na de oorlog, gaat de straat moeten gestreden worden voor de toekomst van de arbeider. Na de oorlog bemoeit Kardijn zich met de Brusselse politiek. Als bestuurder van sociale werken steunt hij met succes de Vlaamse scheurlijst van de katholieke partij die opkomt bij de eerste verkiezingen met algemeen stemrecht. Hij is absoluut politiek geëngageerd. Hij is op dat ogenblik ervan overtuigd in 1919, vertelt hij dat nog in een les, dat er twee dingen zijn, in een les die hij geeft voor een sociale studiekring, twee dingen zijn die van belang zijn voor de arbeidersbeweging. Er moet een alzijdigheid zijn, dus de arbeidersbeweging moet zich niet beperken tot syndicalisme, maar moet ook vormingswerk doen, moet de algehele verheffing, mutualiteiten, coöperatieven en politiek, hè, alzijdigheid. En ten tweede dat er autonomie moet zijn, dat zij niet moet aan de leiband lopen van de conservatieven, van de burgerij enzovoort? Een groot deel van de mensen in die middens was overtuigd dat er maar één groep moest zijn die zich katholiek noemde. Kardijn zei, dat is vals. Dat is niet het bindteken die door het leven is aangeduid. Er zijn boerenjongens en je moet de boeren en boerenjeugd oprichten. En zijn studenten, de studerende jeugd, heeft recht op een eigen manier van doen en zijn. Maar hij is een arbeidende jeugd en dat is de verpletterende meerderheid. En daar wordt nooit niks voor gedaan. Die moeten meelopen en die moeten luisteren naar degenen die wel gestudeerd hebben. En die moeten zich onderwerpen. Ik wil een beweging van en voor de arbeidende jeugd. Jaak Meert, nu 97, sluit zich aan als een van de eersten bij de beweging van Kardijn. We moesten ieder vertellen over het vrijwezen en er werd 2 uur gediscuteerd. Dat was mijn eerste contact en bewondering voor Kardijn. De katholieken zien wel in dat ze via het werk van Kardijn jonge arbeiders uit handen van de socialisten kunnen houden. Maar een autonome jeugdvakbond die eisen stelt en aan politiek doet, dat kan niet. Dat hangt helemaal samen met het ontstaan van de katholieke actie, zoals die geconcipieerd werd, eerst door Rome en daarna ook door de Belgische bisschoppen. De katholieke actie moest in hun ogen een nieuwe vorm zijn van engagement van jongeren onder leiding van de kerkelijke hiërarchie, waarin eigenlijk geen politiek engagement meer aanwezig was. En hoewel daar discussie over was, werd het voor Kardijn al vrij vlug duidelijk dat als hij de KJ wilde tot ontplooiing laten komen, dat hij dan zou moeten afzien van politiek revendicatieve actie. Die hij vroeger wel heeft ingebouwd in zijn werking, maar die nu verdwijnt. Jeunesse syndicalist wordt katholieke arbeidersjeugd. En toen hebben ze dan beslist, van, heeft kardinaal Mercier gezegd, wel, ga dan een keer naar Rome. En toen hebben de leiders van die tijd hem gezegd, nu is het alles of niks. En wat voor wilde gast, bracht de boos. En ik zeg, heilige vader, ik wil sterven om de massa van de arbeidersjeugd te redden, tot de kerk te brengen en tot Christus.
Oh, eindelijk iemand die mij kon spreken van de massa. En niet alleen van een minderheid, van een elite. Gij moet de massa winnen. Uw beweging, dat is mijn beweging. Als Kardijn in 1925 met de officiële KAJ van start gaat, heeft hij al heel wat water in zijn wijn gedaan. Hij is lang geen revolutionair meer. Hij wordt benoemd tot algemeen proost. En in 1928 vestigt hij zijn hoofdkwartier in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Hij houdt Rome geregeld op de hoogte. Ik bleef in contact met zijn aardigheid, Paus Pius XI. Ieder jaar ontvang hij mij. In 1927 vraagt hij mij, ben hoe gaat het? Al van half in ieder geval. Wat het? Al van half. Ja, nou, er zijn nog veel priesters, zelfs bisschoppen, die de beweging niet verstaan. En het is dan dat hij zegt, gij komt met uw kajotters bij mij in Rome. En de paus zal zeggen aan de kardinalen en de bisschoppen en de priesters en aan de ganse wereld wat hij denkt en wat hij verwacht van uw beweging. En het probleem met de spoorwegen was, ze durfden aan die mannen geen speciale trein geven. Ze zeiden, die gaan ze kapot maken. En Kardijn, die zei, mijn mannen, dat zijn degenen die dagelijks de treinen kuisen. Dat zijn de mannen die de wagons maken. Ik ga zorgen dat de wagons zo proper en netjes zijn. En die treinen blonken gelijk nieuw als ze in Rome in het station binnenwegen. Die dag defileren 1500 jonge arbeiders op het Sint-Pietersplein in Rome. En dat we gedurende 3 uur door de paus ontvangen werden. En het is dan dat voor de eerste maal de paus in het openbaar gezegd heeft, kajotters, gij zijt de missionarissen van de kerk in alle arbeidsmiddels van de wereld. 2 jaar later doet Kardijn de reis over. Nu met de kajotsters. De KAJ slaagt erin een stevige organisatie uit te bouwen. Ook in het buitenland groeit de belangstelling. In 1927 zijn we naar Clichy geweest, in de rode banlieue van Parijs. En daar met priester Guérin, die een kleine groep jongens en meisjes een jaar samengebracht had, zijn we doorgebroken in Frankrijk. Het nog moeilijker was dan in België. En dan daarneven Zwitserland en dan Portugal en dan Colombia en dan Canada. Het succes van de KAJ verontrust de socialistische vakbondsleiders. In hun toespraken vallen ze de kajotters aan. En zij vonden dus dat die christelijke syndicalisten die daar kwamen en die katholieke arbeidersjeugd, dat dat eigenlijk iets was dat een verlengstuk was van de patroons en niet echt de emancipatie nastreven. Voor sommige jongeren was dat tamelijk moeilijk. Omdat ze thuis, bijvoorbeeld als ze als sociaal gezind waren, sociaal gericht waren, zat de kans er dik in dat zij socialistisch gesyndiceerd waren. Het was nog een tijd van rood of geen brood. En dus als ze dan thuis kwamen en zei ma of pa, ik zou willen naar de vergadering een keer gaan van de kajotters, wat is dat voor iets? En dan kwam het dikwijls, ja, maar dat willen we wel niet. Wel, ze nooit bij de kattenkoppen geweest en jij moet ook niet bij de kattenkoppen. Wat hij verweet aan het socialisme waren 2 dingen. Ten eerste dat het socialisme, ik spreek nu dus over de jaren 1920, dat het socialisme van toen te materialistisch was, zich uitsluitend bezig hield met de materiële verheffing van de arbeiders, een biefstukkend socialisme. En ten tweede dat het socialisme een monopolie nastreefde, het rood of geen brood, dus niet toeliet dat er bijvoorbeeld christelijke syndicaten zouden zijn. Wij gingen naar de voordrachten van Van der Velde aan het volkshuis. Dat was normaal dat we hun manier van denken ook kenden. Een van die metings die ik me goed herinner, dat was in Chili, neven Charleroi. En de zaal was zeker de helft vol met communisten. En de communisten die zeiden, u zal zeker hier niet spreken. Nee. We gaan onmiddellijk klabaat maken. Nee. Bon, ze zeggen maar, zeg, bon, is goed. Nee. En ik ga wat vroeg. Nee. En ik zeg, savez-vous ce que nous voulons? Ze zat te kangeren. En wel,
De arbeiders, ze gaan geen slaven, geen machine, geen beesten. Ze hebben de waardigheid van alle mensen en de opstand van mensen. En de minister de eerste, die waren aan in tand geklapt en ze hebben maar laten spreken en er is geen ene die zijn mond open. Maar in tegendeel, na de meeting zijn ze maar komen. Maar vanaf 1931 mag de KAJ niet meer aan politiek doen. Kardijn onderwerpt zich gedwee aan het verbod van de bisschoppen en legt nu meer en meer de klemtoon op meer zedelijkheid op het werk. Wij hebben veel contacten gehad met de werkgevers wanneer dat we de voorbereidingen gehouden hebben voor meer zedelijkheid op het arbeidsmidden. Toen hebben we een reeks metings gehouden in 1939 voor de oorlog. En toen werden speciaal de patroons uitgenodigd, omdat Kardijn aan de patroons wenste te zeggen wat zij wel in handen hadden in hun onderneming. Hoeveel jonge arbeiders en jonge arbeidsters die daar voor de problemen stonden van de openbare zedelijkheid, maar dan speciaal met de moeilijkheden in de onderneming. Het zou niet de eerste kansel zijn, degene die zou misbruikt geworden zijn door de een of de andere meestergast. Kardijn toont graag de kracht van zijn beweging. Hij organiseert in 1935 een jubelcongres. Het eerste in een hele reeks massa-evenementen. Hij heeft altijd gezegd, de KAJ is niet alleen een kernbeweging, maar ook een massabeweging. 10 jaar na de eerste Rome-bedevaart willen Kardijn en de Kajotters weer naar Rome. Maar door de oorlog moeten ze hun plannen laten varen. De oorlog is eigenlijk voor zijn onmiddellijke medewerkers in een zekere zin een zegen geweest, omdat hij toen niet meer op reis kon. En wij hadden hem voor ons aan liggen. Kardijn en zijn KAJ moeten leren leven met de beperkingen die de bezetter hen oplegt. Maar van een eenheidsjeugdbeweging wil hij niets weten. Al voor de oorlog heeft hij een toenaderingspoging van de Rexisten afgewezen. KAJ-voorzitter Jef de Schuifeleer krijgt van Kardijn een donderpreek te horen omdat hij in het geniep gesprekken heeft gevoerd met de Grel. In augustus 1940 gaat Kardijn wel in op een voorstel om mee te werken aan de oprichting van enkele werkkampen. Maar als later blijkt dat die werkkampen gebruikt zouden worden om een arbeidsdienst uit te bouwen, haakt Kardijn onmiddellijk af. Kardijn geeft de voorkeur aan een stille werking. Enkele Kajotters nemen deel aan het gewapend verzet, maar als individu, niet in naam van de KAJ. Kardijn verkiest moreel verzet boven spectaculaire verzetsdaden. We moesten dus aan de commandatuur aangeven wanneer we vergaderden en welk het onderwerp was. We hebben altijd religieuze onderwerpen aangegeven, dus dat was toen geen probleem. Maar we hadden ook studiedagen. En dus dat was dan met een grote groep. Dan zijn ze soms wel komen kijken wat we daar aan toen waren. Tijdens zulke studiedagen in juni 1942 vallen de Duitsers binnen. Ze komen controleren. Enkele dagen later wordt Kardijn opgepakt en opgesloten in Sint-Gilis, samen met 3 van zijn naaste medewerkers. Die studieweek waar ze aangehouden waren, was een studieweek die eigenlijk niet toegelaten was. Dat was een soort clandestine vergadering. En de lessen die daar gegeven werden, dat was niet van de poes. Daar werd daar zware kritiek uitgeoefend op het heersend regime. Arthur Olo, voorzitter van de Jong Socialistische Wacht, is al in december 1941 door de Gestapo opgepakt. Op een dag wordt er een nieuwe groep gevangenen binnengebracht. En parmi ceux-là, je vois un homme en soutane.
Immédiatement, mon cerveau fonctionne, dit monsieur Cardin. Il ne pouvait pas me reconnaître, on lui avait cassé ses lunettes, on l'avait un peu boxé. Et je lui donne mes précisions, et bien entendu, on se reconnaît tout de suite. Et nous voilà partis vers la prison de Forêt. Il y a des portes qui sont ouvertes pour 40 cellules, pour 40 prisonniers. Tsum drei, tsum drei, tsum drei. J'attrape le prisonnier suivant par la main et nous entrons à trois dans une cellule. Cardijn maakt van de nood een deugd. Nu hij samen met Olo in de cel zit, grijpt hij de gelegenheid om met de voorzitter van de Jong Socialistische Wacht van gedachten te wisselen. Nous voulions essayer de déterminer quelles pourraient être les actions communes entre les jeunesses ouvrières chrétiennes et les jeunesses socialistes une fois la démocratie récupérée, une fois les Allemands chassés de Belgique. Et par conséquent, nous avons réfléchi sur nous connaissions le passé respectif de nos mouvements et notre pensée commune et nos oppositions. Et nous avons essayé de chercher, de rechercher ensemble quels pourraient être nos thèmes d'action commune. Cardijn zit in de gevangenis omdat hij een protestbrief van kardinaal Van Rooij via clandestine bladen heeft verspreid. In die brief protesteert de kardinaal tegen verplichte arbeid op zondag in de Belgische mijnen. De Duitsers willen Cardijn doen bekennen dat hij die brief van de kardinaal zelf heeft gekregen. Maar Cardijn houdt vol dat hij het document op een morgen in zijn bus heeft gevonden. Na 3 maanden opsluiting laten de Duitsers hem weer vrij. En ik zie hem nog altijd s'avonds bij mij binnenkomen op mijn bureau. En dat is de enige keer dat ik hem heb zien wenen. Hij zat daar op een stoel en hij weende. En hij zei, dat kan niet, hè. Ik ben een lafaard. Ik zit hier en mijn mannen zitten vast. Ik ga morgen terug binnen. En hij is inderdaad, daags nadien, terug opgetrokken en heeft gezegd, als ze niet alle 4 vrijkomen, ik blijf binnen. Hè. En ze zijn tenslotte, godzijdank, vrijgekomen. Van de plannen met Olo komt niets in huis, want er zijn andere problemen. De bezetter beslist alle mannen van 18 tot 50 op te roepen om in Duitsland te gaan werken. Maar de KAJ reageert snel. En het ordewoord werd gelanceerd. U niet aanbieden. Onderduiken. En indien je niet verder kunt of u aanmelden, zeker niet tekenen. En ik ben het niet alleen, ik ben dat zeker. De beweging is de enige geweest die dat ordewoord werkelijk, letterlijk doorgedreven heeft in haar geschriften en al. Ik begrijp nog altijd niet. De Duitsers hebben naar mijn gevoel nooit de beweging volledig begrepen. Anders moesten ze allemaal in de bak gezeten hebben. Marcel van de Wielen is in 1943 nationaal voorzitter van de KAJ. En wij hielden vergaderingen onder de mond van sportavonden. Maar ik had dus betrekkelijk veel geld mee. En dat was geld dat wij kregen vanuit Londen, via een weerstandsorganisatie. En één voor één moesten de mannen die dus wilden onderduiken, bij ons komen om zo'n geld in ontvangst te nemen en een rantsoenkaart. Want zonder rantsoeneringskaart kon je ook geen levensmiddelen kopen. Maar het gros dat aangesproken werd door de Duitsers moest gaan. Daar was niks aan te doen. Maar vermits dat de KAJ een beweging is diegene die zegt, wij omvatten gans het leven en in alle tijden en in alle omstandigheden was de KAJ van oordeel, dat is dat wij een KAJ moesten uitbouwen in Duitsland. Een van de initiatiefnemers is Eugène Coigne. Voor zijn vertrek naar Duitsland krijgt hij goede raad mee van Cardijn. Hij had al ondergedompeld zijn in die massa waarover ik al heel een tijd spreek. Hij mocht u aan alles verwachten, maar ik waarschuw u, zij voorzichtig. Toon wie dat je bent. Laat niet na van te tonen dat je overtuigd katholiek bent en beleef dat. Maar hoed u voor, want je zult dat te maken hebben met een complete zedenverwildering vermoedelijk. Dat kan bijna niet anders. En hoed u bijzonder en de vrienden die daar bij u zijn, voor eventuele aansluiting bij paramilitaire groepering. Het meest sprekende was de komst van Jeff van der Wielen. Hier bij samen staan, zullen wij samen zegenvieren. En eens zullen wij het recht hebben werkelijk dan de rode basis te planten van het socialisme. Deze macht echter ligt niet bij ons, maar ligt in de handen van hen
die de wapens smeden, en in de handen van hen die de wapens hanteren. Die plots aanstal nam de Vlaamse leeuw en Duitsland over alles te spelen, hebben mij gezegd, we gaan blijven zitten. En dat geef ik toe, dat was met een bang hart. Want heel die zaal vloog daar recht. En wij bleven daar zitten. In een kapel in Dessau organiseert Eugène Coigne op 12 september 1943 een clandestine bijeenkomst voor de KAJ-leiders in Duitsland. Waarom wilde Coigne zulke risico's nemen? Hetgeen dat wij daar gedaan hadden was een normaal uitvloeisel van hetgeen waarmee wij hier bezig waren. Maar dat presenteerde zich daar op een totaal ander, nieuw vlak. Een voor ons totaal onbekend en voor iedereen totaal onbekend vlak. Zelfs Kardijn kon hen geen pasklare richtlijnen meegeven. Hij wist dat ook niet. Maar hij had verantwoordelijkheid. Neem uw verantwoordelijkheid, dat was altijd zijn terugkerende spreuk. En het zijn de jonge arbeiders die het vraagstuk van de jonge arbeiders moeten oplossen. Het zijn wij niet. Wij zitten in de kerk, wij zitten. Wij geven algemene leiding, wij geven de leiding in hoofddraden. Maar hij moet ze uitvoeren. En niet alleen de vrijgesteld, nee, iedereen werd met verantwoordelijkheid beladen. Bij de bevrijding is Kardijn 63 jaar. Maar aan met pensioen gaan denkt hij niet. Zoals voor de oorlog trekt hij samen met zijn chauffeur André Seenave door heel het land. Daar heb ik geweest dat ik studieweken gedaan heb met hem van 6 per dag. Dat we dus morgens in West-Vlaanderen, dan in Oost-Vlaanderen, dan naar Antwerpen, dan naar Brussel komen. En dan zo de dingen tot de laatste in Luxemburg. Een micro wat hem niet van doen. Dat had hem zeker niet nodig. Ja, hij riep hard. Ja, hij liep rond op het podium. Hij kon niet bij de micro blijven staan. Hij had veel gebaren. Je kunt dat ook zien aan de foto's. Hij overtuigde ook omdat het vanuit een innerlijke overtuiging was. Net als voor de oorlog blijft Kardijn zich omringen met jonge medewerkers. Het enthousiasme en het charisma van Kardijn maken op iedereen een diepe indruk. Ik hoorde nog altijd die deur openvliegen en zei: wie zijn jij? Kardijn sprak een soort Brabants. Hij was van alle. Ik zei: ik ben de nieuweling. Ah, de nieuwe. Ga maar zitten. We gaan goed samenwerken. Zo sprak hij altijd. En dat was ook iets nieuws, hè. Wij gaan samenwerken. Een normale pastoor die hij zei, als je braaf zegt, gaan we van u een goeie maken, hè. Kardijn die zei, wij gaan goed samenwerken. Kardijn is erg veel eisend. Zijn medewerkers mogen geen vriend of vriendin hebben. Koppeltjes binnen de KAJ zijn ten strengste verboden. Meer nog, Kardijn wil dat de propagandisten 3 tot 5 jaar volledig ten dienste staan van de beweging. Maar dat was een absolute regel. Hè. Wij hebben altijd gehoord dat door de jeugd, voor de jeugd, dat wij zeiden, niet onder de voogdij van ouden en van getrouwde mensen. Enfin, automatisch was het dus een soort regel, wie huwde, vertrok uit de KAJ. Zeker tot halfweg de jaren 60 houden de propagandisten zich aan die eis. Kardijn beschikt zo over een zeer toegewijde leiding. Indien de beweging een zuivelkop is, waar leiders komen en gaan, dan zal het nooit, nooit, nooit een levensschool zijn. Geleidelijk aan werd Kardijn meer en meer een symbool. En er waren allerlei andere figuren, proosten en hulpproosten die een rol speelden. En er waren ook vrijgestelden die door de KAJ werden aangeworven en betaald enzovoorts, die zich engageerden en die veel dichter bij de jeugd stonden. En je krijgt dus de dynamiek van de jeugdbeweging zelf, denk ik, die mensen ging aanspreken. Seksuele voorlichting, ja, dat mocht niet. Dat hebben wij dat toch gedaan. Er was er één nationale die zich voorbereid had en dus met tekeningen enzovoort enzovoort het Vlaamse land afgereisd heeft om in al de afdelingen waar het kon, dat te brengen zo. Maar in die tijd was dat nog niet toegelaten.
Veel kajotters zetten hun engagement voort in de christelijke vakbond of stappen zelf in de politiek. Het is zo dat dan de KJ de basis opgelegd heeft voor een KWB en voor een groot stuk ook voor de eerste nieuwe kernen na de oorlog bij de bevrijding van het ACV. Kardijn wil zo vlug mogelijk weer aanknopen met de vooroorlogse traditie van de massamanifestaties. In 1950 bewijst hij dat de KAJ nog altijd zeer veel volk op de been kan brengen. Ik moest daar een beetje tussen wringen, want al die trams die toekwamen naar de IJssel, die bussen die toekwamen, als ze Kardijn zagen, begonnen ze naartoe te lopen, dan moest ik daar wringen voor daar die dingen te doen, dus ver weg te geraken en zo en alles. Hè. Maar ik moet zeggen, het was zeer indrukwekkend. Weg met het proletariaat! Het proletariaat is gedaan! Een nieuwe jeugd ontstaat! De KAJ is ondertussen ook internationaal aan het werk, want kajotters trekken naar de derde wereld om daar KAJ-kernen te stichten. Ze worden ontwikkelingswerkers avant la lettre. In 1953 vertrekt Alex Eriks op uitdrukkelijke vraag van Kardijn naar Congo. De dag zelf dat ik vertrok, dus wanneer ik naar het vliegtuig ging, ging hij mee tot aan de trap en zegt hij nog net voor ik in het vliegtuig stap, Alex, als je na 3 jaar terugkomt, moet je niet komen zeggen, we hebben zoveel afdelingen en zoveel groepen. Als je al weet hoe we kinderen moeten werken, heb je goed gewerkt. En ik dacht dat dat de vodka tegen het bloeien was. Maar hij meende dat letterlijk. Kardijn had heel duidelijk in zijn hoofd dat we niet moesten naar kinderen gaan. Om een kopie te brengen. Om een afkooksel te brengen. Om een soort aanpassing te brengen van de Belgische KJ. En ik heb hem toen gezegd, ik zeg, je weet, zien, oordelen, handelen. Hier als je in een andere cultuur werkt dan je eigen cultuur, volstaat dat niet. Moet daar een vierde woord bij komen. En hij zei, wat is dat? He? Ik zeg, kijk, hier zouden moeten zeggen, zien, begrijpen, oordelen, handelen. Er is sprake van een soort verruiming van horizon plotseling. Hij ziet dat dezelfde problemen die hij nog gekend heeft van in zijn jeugd voor de Eerste Wereldoorlog en die hij kende in het interbellum in België, dat die ook terug te vinden zijn in de derde wereld. Daar ligt de nieuwe uitdaging van Kardijn. Hulp bieden aan jonge arbeiders in de derde wereld. En het lukt, want in 1957 zet hij de kroon op zijn levenswerk met de officiële stichting van de internationale KAJ. Om overal contacten te leggen, trekt Kardijn de wereld rond. Ja, ik ben in mijn oude dag een globetrotter geworden. Toen ben ik van hier vertrokken naar Beirut. Beirut, Bagdad, Karachi en dan gans Indië tot in Calcutta en dan ginder de Filipijnen en dan boven naar Tokio in Japan en dan terug vandaar langs Hawaii naar San Francisco en dan verder Cuba en dan Haiti en dan terug naar het noorden en is dan meer en meer. Samen met Maria Meersman, de ondervoorzitter van de internationale KAJ, reist Kardijn 4 maanden door Azië. Hij zei altijd tegen mij, ik zal het niet allemaal te zien krijgen, want hij was gelogeerd bij een bisschop, bij een monseigneur, in een priesterhuis. En ik was zeer dikwijls bij de mensen, gewoon bij de mensen gelogeerd. Goed kijken, hè? Wat ik niet zie, zult hij misschien toch wel zien. Hij sprak in het Engels, maar soms was dat ook plezant. Hij kende wel Engels, maar like veel Vlamingen en veel andere mensen had hij soms last met de uitspraak. En dan zegde hij ook dat hij het hier zegde. En door de omstandigheden van hun leven verloren ze hun geloof. En hij zei dan in het Engels. En they lost their face, riep hij dan. Dus de ETH enzovoort. Ja, al dat jong volk in die zaal had plezier natuurlijk. Hè. Ik zei, maar meneer Kardijn, je zou beter zeggen. Their fate met een te. De volgende keer terug. Hè. Ik heb hem ook soms gezegd, je mocht hier zo hard niet roepen. De Aziaten die zijn dat helemaal niet gewoon. Ja, zegt hij, sta van achter in de zaal en doe teken als ik te hard roep.
Ik zeg, en je denkt dat je zult kijken naar mij. En in het begin begon dat stilletjes en roep, hij was weer weg. In januari 1965 laat Kardijn Rome weten dat hij aftreedt als internationaal proost. Hij is dan 83 jaar. En juist op dat ogenblik wordt hij door de nuncius naar Brussel geroepen. Zit u goed op uw zetel, zegt hem. Ja, om al te lachen. Ja, ik hoop wel dat ik goed zit. Ja, en nu moet je nog eerst een eed zweren van te zwagen, 8 dagen. Vooraleer dat ik u niets mededeel. Oh, dat is niet moeilijk. En dan onmiddellijk gaf hij mij de brief van de Heilige Vader, die mij aankondigde dat hij mij voor mijn werk en ook voor de arbeidersstand van de ganse wereld, dat hij mij verhief tot de waardigheid van kardinaal. Ik stond ik daar. En ik had nooit van mijn leven daaraan gedacht. De toenmalige paus, paus Paulus VI, dat was een goede vriend van Kardijn. En ik denk dat hij al lang met de idee speelde om een uiting te geven van de waardering van de kerk voor het werk dat meneer Kardijn gedaan heeft. Kajotsters en kajotters gaan dus nog maar eens naar Rome. Er is een spoedprocedure nodig, want Kardijn moet eerst nog bisschop worden. Hij wordt gewijd door kardinaal Sunens. Ik was over enkele ogenblikken nog in de hemel. En nu kom ik terug, stilletjes aan, op aarde. Drie dagen later wijdt paus Paulus VI Kardijn tot kardinaal. Promittis, beato Petro Apostolo, cuidat est potestas, gigantico solvendi, nobis. En dat consistorie, dus die plechtigheid waar de kardinalen aangesteld waren, aan de kardinalen, moesten die kardinalen in die tijd aan zo'n lange sleep. En hij was daar radicaal tegen. Ik zie hem nog vertrekken vanuit de kamer, daar vanuit het pension waar dat hij was bij die zusters. Juffrouw, zie je dan uw angen achter mij? Daar kun je nu een gezin van 10 kinderen mee kleden, zegt hij. En nu moet ik dat naslepen. Hij was daarvan zo ongelukkig en hij heeft het ook nooit of nooit meegebracht naar België. Het is in de kast blijven liggen in Rome. Maart 1967. Manifestanten trekken door de lanen van Brussel. Ze protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Op de dag van de betoging zit Kardijn weer in het buitenland en ontbreekt daardoor op het appel. Maar Kardijn steunt openlijk het protest. Je zou kunnen zeggen dat Kardijn opnieuw een soort radicalisering meemaakt. Natuurlijk is hij op dat ogenblik al veel meer een symbool geworden dan dat hij nog echt de beweging leidt. Die is door zijn eigen dynamiek gaat die voort. Maar in de toespraken van Kardijn wordt het daardoor nog meer vuurwerk. Want hij ziet dat de strijd nog niet gedaan is. En dat er nog moet worden voortgewerkt aan de verheffing van de arbeiders. Als het dan niet hier is, dan in ieder geval in de derde wereld. Op het einde van datzelfde jaar overlijdt Kardijn. De KAJ neemt afscheid van haar kardinaal. Jozef Kardijn wist dus voor de KAJ afdelingen in verschillende landen uit te bouwen. De Belgische priester over wie we het volgende week hebben, speelde ook een rol op wereldvlak. Hij was een van de belangrijke figuren op het Tweede Vaticaans Concilie. Kardinaal Leo Jozef Sunens. Sunens was een creatie van het concilie. Door de omstandigheden. Hij is iemand van de goede tijd op de goede plaats. En hij sprak vaak over onderwerpen die andere prelaten liever vermeden, omdat ze het niet te riskant vonden. Maar u zei altijd te progressief voor de ene en te
langzaam voor iemand anders. Sunus durfde al in de jaren 60 pleiten voor geboortebeperking. Hij maakte ruzie met paus Paulus VI en was tegelijkertijd een goede vriend voor de diepreligieuze koning Boudewijn. Een moeilijk te vatten man dus. Zijn historie vertellen we volgende week. Heel graag tot dinsdag. Groeien in alle veiligheid met de klikfondsen van de Vaderlandse. Wijlen de Week heeft de actualiteit van de afgelopen 7 dagen weer aandachtig gevolgd. Maar wat is er bijgebleven en wie zit in de fauteuil bij Bruno Wijndalen? Over enkele ogenblikken wordt alles duidelijk.